kunstenaar eruit? De kunstenaar ziet er over het algemeen excentriek uit. Dus anders dan een doorsnee en een gemiddelde mens. En wat voor kleding draagt de kunstenaar? Ook anders dan de gemiddelde mens. Vaak kleurrijk. Of heel super netjes, of heel shabby. Weet je, het is een beetje vergelijkbaar met vragen naar de mens. Dat ik dan denk, die zijn er in zoveel verschillende vormen en maten. Dat ik nu, ik kan je vertellen hoe, ik denk dat ik wel beeldend kunstenaar ben. Dus ik kan je vertellen hoe mijn leven eruit ziet. Maar ik weet, de kunstenaar of de beeldende kunstenaar, weet ik niet, nee. Dat is net als of zeggen, hoe ziet de Europeaan eruit? Terwijl er 100.000 Europeanen zijn met 6.000 verschillende politieke partijen verspreid over Europa. Met allemaal andere ideeën, allemaal andere gedachtegangen. Dus ik denk niet dat de kunstenaar bestaat. Talafa. Kort haar? Ja, kort haar, maar ook wat meer punkachtig. Ook wel gewoon langer. Met verschillende kleuren erin. Oké, maar wel veel kleuren. Ja. In mijn ogen een vrij alternatief persoon. Dus veel bij elkaar geraapte kleren. Of juist heel stijlvol, dus alles helemaal matchend aan elkaar. Op een bepaalde manier wel verzorgd eruit ziet, maar wel alternatief. Zeg maar dus, ja, dat is introvert, hè? Introvert is wat terug, eigen idee. Terughoudender en wat meer in hun eigen gekeerd. Veel kleur, ook wel gewaagde dingen aan durven trekken. Niet bang zijn om op te vallen in een groep. Karaktereigenschappen heeft de kunstenaar? Net zoals jij en ik. Maar dan wat kunstzinniger dan de gemiddelde doorsnee niet-kunstenaar. Wat is een kunstzinnige karakter? Kunstzinnige karakter van alles om je heen iets kunstzinnig kunnen maken. Of dat... Ja, ik ben het. Ook als je zeg maar terugkijkt naar vroeger. Nee, zoals met Van Gogh en zo, dat waren eigenlijk altijd mensen die alleen waren. Ja. Ik heb een ander idee over hetgeen jij zegt. Ook wat ze depressief. Ik denk dat misschien het idee of het vage concept van de kunstenaar bij mensen in het hoofd zit. Maar dan heb je het over een filmische weergave die ergens raakvlak heeft met vooroordelen en schijn. Dus ik denk niet dat de kunstenaar bestaat. Net zo goed als dat de mens niet bestaat. Ik kan wel uiterlijke. Bijvoorbeeld. Wat je zou kunnen zeggen over de kunstenaar is dat de kunstenaar maakt kunst. Dat is een voorwaarde. Dus dat betekent, dat is iemand die op regelmatige basis dingen produceert. En de kunstenaar heb je dan nog beeldende kunst. Dat je twee categorieën hebt. Dat je de extraverte kunstenaar hebt. Die goed is in communiceren van zijn werk en echt naar buiten durft te treden. Daarmee ook. Met het werk en dat je de iets introvertere kunstenaar hebt die het meer moet hebben van het werk zelf dat een eigen leven gaat leiden in de wereld. En... Ik heb meer het idee van een kunstenaar wat vaak denk je dan eerder aan wat oudere mensen, niet dat van deze tijd. Okay. Dat ze zelf initiërend moeten zijn, denk ik. Een goed kunstenaar. Wil zelf dingen ondernemen, maken is ondernemer. Ik denk sowieso een kunstenaar is ondernemer, want anders doe je het niet. Van alle indrukken om je heen, dat verwerk je in het werk wat je maakt. Dus dat kan met politiek te maken hebben, dat kan met je eigen omgeving als kunstenaar te maken hebben, dat kan van alles zijn. Ik heb het gevoel dat een kunstenaar over het algemeen wat later op de dag zijn werk doet. Dat is begrijpelijk, ik denk dat hij vaak meer 's avonds daar misschien mee bezig is. Of s'nachts misschien wel. Ja. Als je egocentrisch, misschien zelfs wel narcistisch is. Kun je dat uitleggen? Ja, want je hele leven draait dan om iets wat jij maakt. En waar jij belang in ziet. Terwijl misschien andere mensen dat niet hebben. Het is een combinatie tussen communiceren en tussen dingen maken. En op weg naar dingen zijn om werk te presenteren. Dat is uit. Okay. Je kan het aanraken vaak, of je kan naar kijken. Dus vaak iets tastbaars. Beeldende kunst is alleen maar tastbaar. De kunstenaar, woont hij dan alleen of woont hij samen? Heeft hij een gezin? Is hij getrouwd? Of is hij alleen staand? De standaard kunstenaar? Of gewoon de kunstenaar? Wat jij denkt? Ik
Ja, ik denk dat hij wel een relatie heeft, misschien ook wel kinderen. Maar dat hij in zijn atelier wel gewoon alleen werkt. Gewoon. Is de kunstenaar meer aan het denken of meer aan het doen? Ik denk alle twee. Want ze gaan eerst denken wat dat ze gaan doen. Ja, maar ik denk meer aan het denken. En waarom is hij meer aan het denken? En omdat het doen eigenlijk misschien een... Als je soms naar kunst kijkt, nou ja, dat moet je bedenken, maar het doen en het maken stelt eigenlijk geen reet voor. Alleen geeft een kunstenaar daar gewoon een benaming bij en ja. Dan is het iets. Wel een voorwaarde van het kunstenaarschap? Ik denk het wel. Anders heeft kunstenaar zijn geen enkele zin. Ik heb nog zo'n mooie kunst maken als niemand het ziet. Nou ja, dan had je mensen goed geen kunstenaar kunnen worden. Ik niet. Ik weet niet hoe een kunstenaar... Nee. Het ligt echt aan wat voor soort kunstenaar je bent. Hoeveel tijd denk je dat de kunstenaar stopt in zijn kunstenaarschap per dag? Of zou moeten stoppen? Ligt er ook dat is weer afhankelijk van zoveel factoren. Maar ik geloof er zelf altijd wel in. Is dat als je kunstenaar wil zijn in wat voor vorm of werkveld dan ook. Dan vind ik een vereiste daarvan eigenlijk... vind ik gewoon dat je knoepers hard werkt. Heeft een kunstenaar ook een missie? Ja. Ik denk het wel. En wat is die missie? Missie is om zijn of haar ideeën aan een groter publiek te tonen. Dat heeft er weer te maken met wat ik al eerder zei. Van ja, die invloeden die je als mens binnenkrijgt, dat wil je als kunstenaar verwerken in je werk. Je wil je iets mee zeggen, daar wil je een statement mee maken of je wil daar iets anders mee. Maar ik weet niet, ik weet niet of de kunstenaars beelden autonoom zijn. Dat ligt aan de kunstenaar. Dus dat verschilt? Ja. Oké. Waar houdt de kunstenaar zich mee bezig? Of waar zou hij zich mee bezig moeten houden? Nou, met de dingen die er om hem heen gebeuren. Ja. En dat hij daarop reageert in zijn beeld. In de dingen die hij maakt. Wat bedoel je met de dingen om hem heen? Alles wat je ziet als je rondloopt. Als je, hoe je dingen doet. Hoe mensen dingen doen. gewoon overal waar je komt en waar je om je heen kijkt. Dat zien... Dat is denk ik heel belangrijk. Dat je van een afstandje als het ware kunt kijken hoe we eigenlijk in elkaar steken en wat we eigenlijk doen. Als mensen en als maatschappij. En ik denk dat dat de kracht is van een kunstenaar. Dat hij dat kan zien en dat hij daar oog voor heeft. En dat dan kan uiten in zijn werk. Eigenlijk allemaal hetzelfde, denk ik dan. Iets uiten op een kunstzinnige manier. En wat is de functie van kunst in de samenleving? Functie van kunst in de samenleving? Ik denk voor iedereen verschillend. Het is mensen algemene tijd, denk ik, dat om het leven wat aangenamer en wat leuker te maken. En het culturele erin te houden natuurlijk. Dat is best wel belangrijk. Dat mensen naar een bepaalde plek toe gaan om iets moois te kunnen zien. Het kan een museum zijn, maar dat kan ook in de open lucht zijn. Dat kan in de stad zijn, dat kan overal zijn. Is dat dan ook meteen voor jou wat een goede kunstenaar is? Nee, ik zou ook wel heel geïnteresseerd zijn in iemand die vanuit een heel ander standpunt werk maakt. Die juist iets heet van, ik zie niks wat er om me heen gebeurt en ik doe alleen maar wat ik zelf ervaar ofzo. Wat er in mij zit, zeg maar. Maar ik weet niet of dat kan, eigenlijk. Kunststuk heeft toch wel een betekenis. In mijn optiek heeft alles toch een betekenis. Voor de kunstenaar heeft het een naam en betekening. Of een betekenis, maar ik denk als wij er naar kijken, dat we zoiets hebben van nou, mooi geklapt dat. Ja, ik bedoel, als ik nou zo'n doek pak en ik gooi er een pot verf op de kop op en ik hang het op en dat is een pot verf die op de kop is. Ik zet dat eronder, ik vind dat geweldig. Dat wil niet zeggen dat je dan iets... Er zijn misschien mensen die niet helemaal schitterend vinden, perfect vinden. Dan wil ik er maar één van maken dan, tegen die ik dat goed binnen ben. Het individu, dat het dan iets moet zijn waar die persoon zich... zelf heel prettig bij voelt of zo, of graag aandacht en tijd en energie in stopt. Maar ja, ook, wat ik net ook al zei, het kan ook zijn als het een sociaal geëngageerde kunstenaar is,
of hoe zeg je dat, of sociaal betrokken, dat is een beter woord, sociaal betrokken kunstenaar is, dan kan dat zich ook uiten in de vorm van workshops geven aan kinderen uit de buurt. En dus dat dan, zou dan meer vanuit de sociale interesse zijn? Ja, en, maar goed, ik kan me ook zo'n vooroordelerig beeld in mijn hoofd halen van de kluisenaar kunstenaar op zijn ateliertje of in zijn hokje. En ook dat kan. Ja, dus ik denk niet dat een kunstenaar een bepaald onderwerp of een bepaalde gedachtegang per se moet hebben. Nee, ook dat is weer licht aan de kunstenaar. Dat weet ik niet. Dus een goede kunstenaar kan ook iemand zijn die puur vanuit zijn eigen gevoel werkt? Ja. Maar dat is altijd indirect dan weer natuurlijk, want eigen gevoel komt volgens mij ook weer van buitenaf naar binnen, zeg maar. Ja. Hij hoeft niet heel direct de link te leggen naar buiten toe. Nee. Oké. Okay. Heeft de kunstenaar een missie? Dat mag hij individueel bepalen, dat weet ik niet. Op high school werd een schilderij van je gemaakt en dat was zo mooi. Dat vond ik kunst als er dan iemand zat en die kon een kwartier later jou een papiertje geven. Waar gewoon jij in kon zien, hey, dat ben ik. Ja, maar kunst is ook heel breed. Ja. Je hebt kunst dat je met kloos verf loopt te gooien en daar zeg van, mooi, kunst. Ja, nou, en je hebt kunst zoals dit, of zoals die portretten. Ja. Ik denk dat als je kunstenaar bent, dat je voor jezelf altijd wel een missie hebt. Anders, waarom zou je anders kunstenaar worden? Fantasierijk volgens mij. En ze kunnen wel humor hebben, denk ik.